Ja, dagelijks ga je ze nu alleen maar door en door en door. En dat is een van die momenten, begint de emotionaliteit allemaal droet. Dan liefst wil ze dan krijsen in een kussen. Maar de emotie, ja, met leren leven en de strijd met hem, samen. De kinderwagen sturen is makkelijk, maar het constante laveren tussen geluk en verdriet valt moeder Riki een stuk lastiger. 9 maanden geleden bleek hun zoontje Wilani ernstig ziek. Wilani heeft een neurologische aandoening genaamd de ziekte van Alexander. Dat is een witte stofziekte die de witte stof in de hersenen die klontert. En dat doet sommige delen van de hersenen doen uitschakelen. Tot 1 jaar oud leek Wilani een gezonde baby. Maar plotseling stokten de woordjes en lukte ook het kruipen niet meer. De witte stofziekte waar Wilani aan leidt bleek progressief te zijn. Ja, als we de tijd konden laten stilstaan, deden we dat nu natuurlijk. Nou ja, normaal gesproken overlijden de kindjes die de diagnose krijgen voor 2 jaar. Overlijden ze tussen de 7 en 10 jaar. Maar... Nou, sorry. Oh. Het zijn bijna onmenselijke beproevingen voor een 32-jarige moeder. Wilani doet sinds kort mee aan een Amerikaanse medicijntest in Amsterdam. Door het testmedicijn, dat geeft ons wel wat hoop en tijd voor hem. Te genezen is het niet, trouwens. Maar ja, ik hoop dat hij ouder wordt dan 10. De familie krijgt hulp en ondersteuning voor de zorg van Wilani, maar dat gaat niet vanzelf. Doordat Wilani niet onder de wet langdurige zorg valt, moet Riki zelf in discussie met gemeente en zorgverzekeraar over wie nu wat kan en wil vergoeden. Ik zit eigenlijk tussen de strijd van zorgverzekering of WMO. En WMO bij de gemeente? Ja, WMO bij de gemeente. Ja, en eigenlijk het CIZ zegt... Bijvoorbeeld, zolang het niet uit ons potje betaald hoeft te worden, dan doen we dat nog niet. Het levert veel stress op. Ja, heel veel stress. Eigenlijk stress die we nu niet zo goed kunnen gebruiken, omdat het leven al zoveel moeilijker is geworden. Ja. De Roermondse is sinds kort een crowdfundingsactie begonnen om met Wilani, zijn 12-jarige zus en vader en moeder meer mobiel te zijn. Maar het is een rolstoelbus... aangepast aan de behoeftes van Wilani, om te kunnen gaan met hem. De dingetjes kunnen laten zien wat andere kinderen ook kunnen zien. En om dan gaat de wereld wat meer open, denk ik, voor hem.